We zijn getuige geweest van het opleggen van twee regimenten van de cavalerie. Twee regimenten die toebehoorden aan tankbataljons. De tankbataljons die zijn opgeheven, die bestaan niet meer. En daardoor is een staand eenheid weggevallen. En ja, een trieste dag. Excellenties, collega's, dames en heren, vandaag is geen leuke dag. Voor de mensen hier aangetreden niet en voor mij niet. En de reden hiervoor is natuurlijk dat we vandaag officieel afscheid nemen van de tank en de daarbij behorende way of life. Wij nemen afscheid van de zware cavalerie. Daarbij horen dat de standaarden, dat zijn de grote vaandels die erbij horen, die zijn opgelegd. En je hebt een ontbonden regiment, een opgelegde standaard, zodat er altijd de mogelijkheid is in de toekomst, als we weer zware eenheden krijgen, om de regimenten weer actief te maken. Hierbij geef ik u terug de standaard van het regiment Huzaren Prins van Oranje. Hierbij neem ik terug de standaard van het regiment Huzaren Prins van Oranje. Pas. Praktisch houdt het in dat de verenigingen van de ontbonden regimenten, die blijven gewoon bestaan. Dus er is altijd een toegang in het zorgsysteem. Maar alles wat te maken heeft met het organiseren van herdenkingen, het ondersteunen van reunies, dat valt nu allemaal gebeurd aan het regiment Huzaren van Boreel, wat nog het enige cavalerieregiment is wat over is gebleven. De gedachte dat we tanks uit onze organisatie hebben weggesneden, echt gewoon heel hard. We weten allemaal de redenen van, maar een groot deel van de slagkracht van de Koninklijke Landmacht is daarmee verdwenen. En we moeten nu op andere manieren proberen die slagkracht terug te vinden. En daar staat bij dat de mensen die er altijd bij gediend hebben, die hebben nu even geen directe baan. Ze zijn allemaal goed terechtgekomen, op een enkeling na. En alleen de zorg voor veteranen en daarbij behorende regimenten, die zijn niet meer. En dat wordt dus nu gedaan door een ander regiment.